Maar Franco was voor ons altijd een voorbeeld. En ik denk, op die baan wijs hij ook wat hij kan doen. Ons kon het niet gegloeid dat ons kind in die wereldbeker kan spelen. Dus ik hem ontmoette toen hij 14 jaar is, is hij vandaag nog. Hij het glad jongen van ander wereldbeker of niet. Wanneer het een wedstrijddag is, is zaterdag of is zondag, hierdie familiekie staan op en ons maken recht. Jij moet kom kijken. Ik schreeuw zo hard dat ik zonder mijn stem ga. Ons schreeuw betekent zo hard dat die buren kom kijken of daar een probleem is. Kom, Franco. Die dag moet hulle trouwen. Toen staan Franco voor en hij wacht voor Jean-André dat zij naar moet komen. Hij en zijn pa en zijn broer, die twee broers. En toen ik zo kijk, toen zie ik die tranen lopen oor daai groot man zijn wangen. Dat was voor mij zo iets wat altijd bij mij zal blijven. Die groot man met die zachte haarkie. Als hij een braai hou, of hij een poeike koos aan, oma's moet bij wees. Cheers!